Zaterdag is het 23 september. Wat is er waar van alle verhalen die de ronde gaan? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Op 23 september, aankomende zaterdag, is er een bijzonder hemellichaam te zien die naadloos lijkt aan te sluiten op de tekst uit Openbaring 12. Maar wat is daarvan waar en wat moeten wij ermee? Straks een gesprek met evangelist Jaap Dieleman. Maar eerst de aardbeving in Mexico. Gisteren werd het land voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door een zware aardbeving. Aan de telefoon zendeling Erika Kommers uit Mexico. Goedenavond, mevrouw Kommers. Goedenavond. Ja, u hebt vanuit uw woonplaats niet zo heel veel gemerkt van de aardbeving. Maar hoe leeft het op dit moment in Mexico, die aardbeving? Nou, het is natuurlijk een enorme schok gewoon voor mensen om ons heen. Want eigenlijk iedereen heeft familie in Mexico-stad, in de grote steden die getroffen zijn door deze aardbeving. En nou ja, ik moet zeggen, we hebben het gisteravond op het moment dat echt de aardbeving was niet gemerkt. Of gisteren overdag was het eigenlijk al. Maar gisternacht of vannacht was er een best wel een heftige naschok. Dus we stonden ook alweer naast ons bed klaar om de kinderen uit bed te halen. Gelukkig stopte het toen weer. Maar je merkt gewoon, het is eigenlijk erg onrustig met... Nou ja, met schokken, maar ook gewoon in de samenleving. Je merkt, mensen zijn echt van slag door wat er allemaal gebeurd is. En nou, het raakt ons eigenlijk allemaal. Ja, en wat merkt u dan vanaf uw plek van de gevolgen van die ramp? U hoort dus verhalen. Wat voor verhalen zijn dat? Nou, dat zijn hele intense verhalen. Je hoorde bijvoorbeeld, gisteren was er een school, was deels ingestort. En er zaten allemaal kinderen zaten daar vast in die school. En dan volg je via Facebook hoe mensen dus zeggen van, nou ja, dit kind is bevrijd en het volgende kind is bevrijd. En we zoeken de ouders van die en die. Het zijn hele, ja, eigenlijk hele emotionele verhalen. En ook als je dan hoort inderdaad dat sommige mensen gewoon niet leven onder het puin vandaan komen. Ja. En je merkt dat we allemaal erg meeleven. Juist omdat Mexico is een land waar veel aardschokken zijn. Eigenlijk gewoon constant. Mm-hmm. En je merkt dat iedereen gewoon echt snapt wat voor impact dat heeft. En ook bijvoorbeeld vandaag zijn alle scholen gesloten. Ook hier zijn alle scholen weer gesloten. Ik denk... Door dat er vannacht weer zo'n naschok was. Dan zit gewoon zoveel angst. Dat mensen dan uit voorzorgde scholen maar dicht doen. Juist door dat soort verhalen van kinderen die dus onder het puin vastzitten. Ja, er is dus heel veel angst. Heeft u daar als rol van, in uw rol als zendeling daar dan ook nog een belangrijk, misschien wel een belangrijke boodschap in? Nou, niet meteen. We merken gewoon dat je... Ja, dat je gewoon op persoonlijk niveau heel erg meeleeft met mensen om je heen. En je merkt dat je zelf ook op een bepaalde manier ook wel, wel angst hebt. Het is toch vervelend om te gaan slapen met het idee dat misschien je huis weer gaat schudden. Ja. Maar aan de andere kant, ja, we mogen elkaar ook geruststellen dat we, ja, dat we vertrouwen hebben in de Heere God. Ja. Ik denk onze rol wat dat betreft is niet heel veel anders dan, dan normaal. We proberen gewoon er voor elkaar te zijn en mee te leven. Ja. En misschien dat we hier voor de mensen lokaal nog wat kunnen betekenen. Er zijn hier afgelopen week gewoon veel schade geweest door de aardbeving. Dus misschien dat we hier nog iets kunnen betekenen en wat fondsen kunnen werven om huizen weer op te bouwen. Ja, want 2 weken geleden is er ook een aardbeving geweest. Daar heeft u wel het een en ander van gemerkt. Heeft dat dan ook veel schade aangericht in uw omgeving? Nou, het is heel wonderbaarlijk, want hier in de stad eigenlijk niet. En we zitten echt dicht bij dat epicentrum. Dat was iets minder dan 100 kilometer bij ons vandaan. En hier is eigenlijk niets verwoest. Maar als je dus 10 kilometer de stad uitgaat, er zijn wegen weggeslagen. Er zijn huizen zijn behoorlijk verwoest. Maar, en het epicentrum, dat is het gebied waar wij werken, zeg maar, in de buurt bij Tegucigalpan. Daar zijn veel gebouwen verwoest. En daar hopen we wel wat te kunnen betekenen nog. Ja, verandert deze ramp of deze rampen dan het werk dat u daar doet in Mexico? Nee, verder echt niet. Wij werken met alcohol en drugsverslaafden. En dat is een ramp die gewoon die er altijd is. Ja. Alcohol en drugsverslaving is een probleem wat wereldwijd enorm is. En zeker ook hier in Mexico. En dat werk moet gedaan blijven worden. En nou ja, er verandert geen natuurramp wat aan. Ik denk juist dat meer mensen nog op dat soort momenten naar de fles grijpen. Dus er blijft ons werk extra nodig wat dat betreft. Oké, dank voor die toelichting. Erika Kommers vanuit Mexico en veel zegen op uw werk. Ja, graag gedaan. Dan een onderwerp dat christenen over de hele wereld al een lange tijd bezighoudt. Want aankomende zaterdag zou volgens een aantal predikers de opname van de gemeente gaan plaatsvinden. Bij mij in de studio evangelist Jaap Dieleman. Goedenavond, meneer Dieleman. Goedenavond.
Ja, 23 september. Het hangt een beetje rond in de christelijke wereld dat er wat groots zou gaan gebeuren. Nou, inmiddels niet alleen in de christelijke wereld. Het is gewoon een viraal verhaal op internet, op de sociale media. Ja, u hebt zich daarin verdiept de afgelopen tijd. Kunt u in het kort vertellen wat er nou aan de hand is? Nou, het is gebaseerd op een bijbeltekst uit Openbaring 12. Ja. Als je die hebt... En, ja, ik heb hem hier. Zo zal ik hem voorlezen. Openbaring 12, vers 1. Ja. Het is eigenlijk zo dat er een hemellichaam is die eigenlijk exact aansluit op deze tekst. Ja, nou, ik ga hem voorlezen als u mij onderbreekt, ja. Aan de hand van het plaatje dat we zien. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Ja. Dat is de tekst waar het allemaal om draait. Ja, ten diepste wel, ja. Ja. En als we dan gaan kijken naar het sterrenbeeld dat wij hier zo achter ons zien... Ja. Is er wat bijzonders aan de hand? Kunt u ons dat uitleggen? Nou, dit is opgetekend door Johannes op Patmos. Hij heeft daar het boek Openbaring geschreven. En dan ziet hij dit teken in de hemel. En nou is het zo dat wat daar beschreven wordt... is dus op 23 september aan het hemelgewelf te zien in het sterrenbeeld maagd. Ja, en dat is dan een vrouw. Ja, nou goed, het is de enige vrouw in de zodiac, hè, of in de dierenriem. De planeet Jupiter die draait dan in haar schoot rond. Ja. En natuurlijk is het zo in het hemelgewelf. Er zijn geen lijnen zoals we in dat sterrenbeeld zien. En er zijn ook geen plaatjes. Maar... De constellatie die dus gezien wordt met de zon aan haar hoofd... zoals je dat ook hier in het plaatje bekleed ziet. Bekleed met de zon zien we inderdaad bij haar hoofd zien we die zon. Ja. Dan zien we Jupiter, zien we eigenlijk inderdaad net onder haar buik. Ja. Maar die heeft daar 9 maanden precies in gezeten. Ja, die is daar eind december. Ja. Volgens sommigen 23 december vorig jaar. Ja. Nou, dat weet ik niet precies, maar zo ongeveer heeft hij rondgedraaid in de schoot van... En er staat ook, ze was zwanger en schreeuwde het uit van de weeën. En dat ze zwanger, 9 maanden. Ja, en die planeet gaat er dus op 23 september uit. Volgens de bijbeltekst en ook wat er... En die constellatie, die is nog nooit eerder voorgekomen. En dat wordt betwist door sommige astronomen. Mm-hmm. Maar de exacte constellatie met de 12 sterren... Ja, want dat is de kroon die beschreven wordt. Ja. Hè? Met een krans van 12 sterren op haar hoofd. Dat is dan het sterrenbeeld leeuw. Nou, niet alleen leeuw, maar ook nog de 3 planeten... Mercurius, Mars en Venus. Hebben sommigen dat ook betwist. Die zeggen dat zijn geen sterren. Maar als je de Bijbel goed bestudeert... dan is de waarneming in die tijd waren er geen telescopen. Nee. En die verschijnen als een ster aan de hemel. Ja, je ziet een lichtpuntje, zeg maar. En precies, of een planeet precies. Is, kunnen wij niet zien. En als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat God altijd tot ons spreekt vanuit de waarneming. En er staat bijvoorbeeld de zon. Wij zeggen ook de zon komt op, maar we weten inmiddels dat de aarde draait. En maar in onze waarneming zien wij de zon opkomen. En de zon ondergaan. En de zon stond stil in het dal van Ayalon ten tijde van Jozua. Of de tijd stond stil of de aarde stond even stil. Ja. Want we weten dat de aarde om de zon heen draait... en niet de zon om de aarde heen draait. Ja. Dus vanuit de waarneming is dat wat er gezien wordt aan het hemelgewelf... op 23 september. Ja. Dat is aanstaande zaterdag. En dat niet alleen. Dat valt ook nog op een... feestdag, in een Bijbelse feestdag. De Bijbel die noemt 7 feesten. En het trompetfeest. Ja. Het bazuinenfeest. Bazuinenfeest. Ja. Dat valt dus precies op komende zaterdag. Ja. We gaan er straks even verder over praten. Ja. Want ik heb aan de telefoon namelijk een wetenschapsjournalist. Dat is namelijk Bart van den Dikkenberg van het Reformatorisch Dagblad. Goedenavond, meneer van den Dikkenberg. Goedenavond. Ja, er is dus net al even uitgelegd wat er aan de hemel te zien is. Hoe uniek is deze gebeurtenis dat al deze sterren op deze positie aan de hemel staan? Ik begrijp
dat deze samenstand op zich best uniek te noemen is, omdat de exacte samenstand wellicht niet eerder in de menselijke geschiedenis voorgekomen is. Mm-hmm. Maar dat is toch wel wat op af te dingen. Het is namelijk zo dat de zon elke maand in een van de 12 sterrenbeelden staat van de dierenriem, de zodiac. Hè? En dat ook de maan die aan de voet van de maagd staat, daar ook 1 of 2 dagen samen met de zon zich in sterrenbeeld maagd bevindt. Ja, dus dat zien we eigenlijk elk jaar terugkomen? Elk jaar komt dat terug. Eens in de 12 jaar is er een beweging van Jupiter door sterrenbeeld maagd. Dus dat is ook niet uniek. Mm-hmm. Verder telt de kroon van 12 sterren bovenop het hoofd van maagd, dus in sterrenbeeld leeuw. Moeten we ons afvragen of leeuw wel 9 sterren telt, waar we er dan dus 3 bij op kunnen. Ja, van die andere stellen, planeten. Hè? Leeuw bestaat uit meer sterren dan die 9. Alhoewel wij er vanaf de aarde 9 kunnen zien. Mm-hmm. Verder heeft hoogleraar astronomie Christopher Craney van de Universiteit in Louisville, die gaat uitgebreid op deze kwestie in. En die heeft dus uitgerekend dat in 1827, in 1483, in 1293 en in 1056 er vergelijkbare samenstanden zijn geweest als we aanstaande zaterdag dus hopen mee te maken. Ja, en dit is nou niet de eerste eindtijdprofetie die we langs zien komen in de christelijke geschiedenis, zeg maar. Vaak wordt er een datum genoemd. Wat voor van dat soort verhalen zijn er al eerder geweest? Ja, in 2002 zou bijvoorbeeld de planeet Nibiru met de aarde botsen. Nou, die planeet die is nog nooit waargenomen en die is dus ook niet met de aarde gebotst. In 2010 hadden we het verhaal van de komeet Elenin, die op weg zou zijn om de aarde te verwoesten. Die komeet die heeft de aarde ook niet bereikt, zoals we weten. Aan de hand van Maya-kalenders werd de oordeelsdag ook voorspeld voor 21 december 2012. Dat is ook niet gebeurd. Dus er zijn heel wat verhalen. Ja, er zijn allerlei verhalen en er is altijd veel te doen over niets. Ja, en de vraag is natuurlijk, is dat nu ook het geval? Ja, goed. Dat is de vraag inderdaad. Wij gaan er hier verder over praten. Dank voor de toelichting, Bart van der Dikkenberg van het Reformatorisch Dagblad. Het is het uniek of niet? Ja, u bent ook geen astronoom waarschijnlijk. Nee, maar goed, hij bevestigt dat het de totale plaatje uniek is. Dat zei hij ook. Ja. En dat moet je dan ook in acht nemen. Verder noemde hij de Maya-kalender en andere dingen. Het verschil is, hier hebben we een Bijbeltekst die 2000 jaar geleden is opgetekend in het woord van God, die nu voor het eerst in de geschiedenis waargenomen wordt aan het hemelgewelf. Ja. Dat is een vaststaand feit. Maar nu gaat het erom, hoe gaan we ermee om? En ik heb er een artikel over gedaan. Hè, dat heeft ertoe geleid ook dat je contact met mij opnam. Wat ik zie eigenlijk in de media is dat er allerlei definitieve conclusies aan verbonden worden. Zoals hij zei, met de Maya-kalender de wereld vergaat. Maar het is een teken. En in de wereld gaan tekens vaak vooraf aan gebeurtenissen. Ja. Zoals weeën vooraf gaan aan een geboorte. Dus het wil helemaal niet zeggen dat het op die dag per se gebeurt. En bent u er dan wel van overtuigd dat hetgeen wat we nu hier achter ons zien, de beschrijving is die in Openbaring 12 beschreven staat? Ja, daar ben ik persoonlijk van overtuigd. En mijn vraag zou aan ieder ander zijn, geef mij een andere, meer passende verklaring voor die Bijbeltekst dan wat we vandaag of aanstaande zaterdag aan het hemelgewelf zien.
Ja. Ik heb niemand nog ontmoet die mij een betere verklaring, want dan ben ik geneigd om die te omhelzen. Ik heb er geen betere gevonden. Ja. En wat dan ook nog uniek is, dat valt samen op het bazuinenfeest. En al die andere data die hij noemde, dat was allereerst niet de exacte constellatie. En viel niet samen op het bazuinenfeest. En Genesis staat dat God de zon, maan en de sterren heeft gemaakt in de hemel tot tekenen, tot dagen, maanden en seizoenen in de NBG-vertaling. Maar als je dat woord seizoenen opzoekt in de grondtekst, dan duidt dat op de Bijbelse feesten. He, dus het zijn niet alleen maar tekenen die de dagindeling de seizoenen van het jaar, maar die hebben een profetische betekenis ten aanzien van de Bijbelse feesten. Dus het feit dat dat ook op een feestdag is, is ook voor u weer een overtuiging. Dit is het verhaal uit Openbaring 12. Ja. Daar bent u dus van overtuigd. Bent u dan ook van mening dat dus de gemeente opgenomen gaat worden aankomende zaterdag? Nee. Dat is dan weer een volgende stap, maar daar zegt u van... Laat ik allereerst dit zeggen. Ik heb daar een boek over gedaan. Het mysterie van de opname. Mm-hmm. Dat wordt trouwens vandaag de dag ook door heel veel christenen betwist of dat wel waar is. Maar als je goed de Bijbel onderzoekt, het is duidelijk dat er sprake is van een plotselinge wegnemen van de gemeente. En ik sluit niet uit dat het dan kan gebeuren, maar het kan ook nu gebeuren. Het kan ook over een aantal maanden gebeuren. Het kan eigenlijk elk moment gebeuren. En de Bijbel leert ons heel duidelijk dat we Jezus eigenlijk altijd moeten verwachten. En op het moment, en nu zijn we heel dicht bij 23 september... maar op het moment dat je zegt het gebeurt op 23 september... dan heb je het eigenlijk al voor je uitgeschoven en heb je... dan denk ik van morgen kan ik nog wel allerlei plannen maken, want dan komt de Heer nog niet terug. Nee. Want hij komt pas zaterdag. Ja, precies. En nu, nou, op een gegeven moment is dat achterhaald uiteraard. Maar wij moeten de Heer altijd verwachten. En als het op 23 september niet gebeurt, dan kan ik hem altijd nog op 24, 25, 26 en elke dag daarna verwachten. Maar nou is dit hele verhaal ook gebaseerd op astrologie. En astrologie, ja, dat is toch altijd een beetje betwist in de christelijke wereld? Nou, niet een beetje. Het is duidelijk dat astrologie geen Bijbelse grondslag heeft. Eigenlijk ook, want het is eigenlijk de interpretatie, de occulte interpretatie. Maar dit is geen astrologie, dit is astronomie. Dat is een groot verschil. En het is zo, als we de Bijbel lezen, en die kritiek heb ik ook gehad van oprechte christenen. Dan zeg ik, ja, lees het boek Job. Daar is dat duidelijk dat God zegt tegen Job, waar was je toen ik de beer en de Orion in het hemelgewelf heb gemaakt? En, en de zodiac, daar wordt het woord dierenriem letterlijk genoemd. Ja. Zo, God heeft dus de sterren gemaakt. Alles is door hem gemaakt. Alleen, het is gestolen vaak in de Griekse mythologie. En het gaat er dus misschien ook wel om van wat we eraan verbinden. Want we lezen ook allerlei horoscopen aan de hand van die sterrenbeelden die we net noemen. Maar de horoscopie en de sterrenbeelden in de horoscopie, die zijn pas ontstaan vele eeuwen later, nadat God dat allemaal in het hemelgewelf gemaakt heeft. Dus je zou kunnen zeggen, het copyright is bij de schepper en niet bij de mensen die het verdraaien. Die zijn ermee aan de haal gegaan. En datzelfde hebben we ook gezien met bijvoorbeeld de regenboog. He, wat natuurlijk symbool geworden is van de LHBT-beweging. Ja. Maar God heeft die regenboog in het hemelgewelf gemaakt als een symbool dat hij de aarde nooit meer door water zou laten vergaan. Tot slot, zaterdag zou het dus allemaal moeten gaan gebeuren. Moeten we ons daar dan op voorbereiden? Moeten we daar bang voor zijn? Moeten we zenuwachtig zijn? Nee, dat is niet nodig. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. En Jezus komt nog niet terug. Dat durf ik zo te zeggen. Want daarvan weten we dat er eerst een aantal dingen moeten gebeuren. Ja. Maar die mysterieuze opname van zijn komst zou elk moment kunnen gebeuren. En dit moet voor ons een aansporing zijn om onze verwachting als het ware te verfrissen, te versterken. Net zo goed als weeën ons toen laten weten van nu de baby kan nu elk moment komen. Is dit een teken dat ons zou onze verwachting van zijn komst eigenlijk zou moeten versterken. Ja. Dus we moeten ons daar wel op voorbereiden. Het is niet zo dat 23e komt, maar we moeten er wel op voorbereid zijn. Want dit is wel een belangrijk teken volgens u. Ja, er wordt zelfs het woord mega genoemd. Het is de eerste keer dat het woord groot en het woord mega in de grondtekst wordt gebruikt. Het is een groot teken, valt samen met een Joods feest.
We hebben de herstel van Israël gezien. We zien de wereld om ons heen. De weeën steeds intensiever worden de afgelopen weken. Ja. En ramp over de hele wereld. Jezus komt spoedig terug. En dit moet eigenlijk ons wakker en waakzaam maken wat Jezus ons ook aangespoord heeft. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. U heel erg bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.